om een drieluik te maken van vroeger, nu, toekomst. Daar rond die drie weekenden ook alle doelgroepen te bereiken. Hè, van jong tot oud en alle aspecten van kerk zijn. Nou, vroeger, dat ging heel makkelijk. Nu, na wat zoeken, kreeg ik ook een invulling. Dat werd eigenlijk heel uitgebreid als ik terugkijk. Want ik zat ook te kijken hoe moeten we nu de vitaliteit van de prochie vormgeven. Nou, dat lukt ook. Maar toekomst, het laatste weekend, wat we al in een vroeg stadium een beetje gepland hadden, ook met de bloemendagen te vieren. Dat zie je ook in het programma. Daar zaten we toch een beetje mee. En dan vooral inhoudelijk. Het gaat mij vooral ook om een stukje inhoudelijkheid. Van hoe moet die kerk verder? Dus zodoende dat... Dat we, dus heb ik niet alleen opgesteld, dus drie, vier keer wel veranderd. Hoe moet je het opstellen? Welke vragen? Moet een beetje positief zijn. Je moet ook een beetje prikkelen. Nou, waren eerst 20 vragen, wel 30. We hebben teruggebracht tot 10. Want als we met zo'n lijst moeten beginnen, nou, dan zou je helemaal geen formulieren terugkrijgen. Dus zo is het een beetje ontstaan. Ik vind dat het gelukt is door de reacties. Dus we zijn ook gaan nadenken. En uit deze reacties is ook met het feest nog een nagalm gekomen. Want ook met mijn collega's heb ik het besproken. Ook Wim Bakker Peter Denneman. Dus sprak er ook over. Van god, daar wil ik wel wat over vertellen. Dus we hebben dus na... Dat derde weekend van toekomst hebben we nog zo'n 5 weekenden waarin we dus gastpredikanten ook hun zegje laten doen over toekomst. Wat we dan afsluiten ook met het laatste weekend, 16 juni. Dus dat is allemaal uit voortgekomen van, daar wil ik ook wat over zeggen. En je merkt al dat er heel veel verschillende visies zijn over de kerk van de toekomst en vooral de kerk in Limmen. Zo is eigenlijk een beetje dit formulier ontstaan. De leeftijd, ik kreeg die vraag ook allemaal, van hoe moet het allemaal? Waarom 2022? Nou, je kunt altijd een keuze maken, je kunt ermee eens zijn of niet. Maar we hebben die keuze gemaakt en gevraagd ook je leeftijd even in te vullen over 20 jaar. Want dat geeft een beetje meer een beeld van, dan ben ik 97. Of ik ben dan 57. Nou, ja, dus dat is ook een beetje voor te stellen. Of niet? Dus 20 jaar is niet te ver af en ook niet te dichtbij. Er gebeurt in 20 jaar heel wat. In 10 jaar is er in de kerk niet zoveel veranderd. In 3 lijnen. Als je over kerk praat, dan denk je meteen aan het instituut. Rome, paus, bisschop. De leer, de kerkleer, dat is ook kerk. Een tweede invulling van kerk is het gebouw, de stenen. De derde is kerkgemeenschap. Mensen. Aan wat je ziet en wat er allemaal gemaakt is. Maar er is nu een driehoek en het wordt nu genoemd het grootste openluchtmuseum van de wereld. Want in die driehoek heeft Rome en Italië heel veel geld gestopt om daar alles ook zichtbaar te maken, uit te leggen en ook in andere taal dan Italiaans neer te zetten. En dat is een hele oppervlakte, waarvan gezegd wordt het grootste openluchtmuseum van de wereld. Wat daar aan kunstschatten al niet te zien is als je daar rondwandelt. Dat is het gebouw. Die zie je ook in Rome. Maar ook, en dat vond ik heel interessant, je vindt daar ook de gemeenschap. Want wat blijkt, Rome gaat 50 kerken bouwen. 50 kerken? Zo. Wat bedoel je nou? Ik bedoel, er staan er 2 in elke straat. Maar wat blijkt, heel Rome, dat zijn ook de suburbs, al die dorpen eromheen, daar is gebrek aan kerken. En die zijn niet kerkgebouwen, maar gewoon gebouwen als deze, bedoelen ze dan. Want ik ben er een gaan bezoeken. En Dominicus is een leerkerk. En dan wordt vanuit de Joodse traditie, vanuit de Bijbeltekst, is de liturgie helemaal gericht op het leren. Ook als je daar komt, dan komen er hele groepen kinderen. Er zijn ook gezinnen die er echt voor kiezen. Die apart gaan en daar kindernevendienst krijgen. En de Dominicuskerk is een leerkerk. Met ook mee mooie zang en liturgie. Maar dan zou ik daar extra accent willen geven aan de leerkerk. Komen van heinde en ver. In Amsterdam heb je ook de Nicolaaskerk. Is dat meer... monastisch, dus wat meer met zang. Dat is het liturgiekerk. Daar is niet zozeer de nadruk op het woord of op het samen doen, gemeenschap, maar
Ja, je komt om liturgie te vieren, om stil te worden. Hè? Een beetje te vergelijken met Abdij van Egmond. En je hebt in Amsterdam de dienende kerk, de Mozes en Aaron. De Mozes en Aaron is wat minder kerk geworden, is meer maatschappelijk gericht te worden nu. Ik vind het heel moeilijk om een mening te geven om toestanden over 20 jaar, gezien mijn leeftijd waarin we leven. Maar laten we niet pessimistisch zijn. Zo'n reactie algemeen, nou, ik denk herkenbaar. Op alle vragen kan ik antwoorden, laten we hopen, laten we bidden. Want weinigen kunnen de toekomst precies voorspellen. Dat is ook niet nodig. Want het vult zich meestal vanzelf in door het met vertrouwen door te gaan op de goede en volgens je eigen gevoel ingeslagen weg. Met elkaar en voor elkaar. En dankbaar zijn voor wat al is bereikt. Ik vraag me af hoe iemand op het idee kan komen om zulke idiote vragen bij elkaar te hebben. Zie je dat? Dat soort dingen, ik heb een paar uitgevoerd, maar dat krijg je allemaal binnen. Ik noem geen. Nou, ik heb hier geturfd. En hier vind je, die nemen we gewoon even door. En dan zie je toch dat de parochie Limmen. Heel goed, dat kan. Goed geprobeerd, hè? Okay. Ja, nou. Je telde ons, hè, dat we binnenkwamen. Voor een moment van rust en bezinning. Hè, en moet zich niet gaan houden over maatschappelijke dingen of over iets wat met de politiek gaat. Ja, dus voel je dat? Dat herkennen we ook, denk ik. Zo gaat het ook. Nou, met die nieuwe internetprojecten kun je een heel groot publiek bereiken, hoor. Dus, ja, dat moeten ze wel bezoeken. Ja, maar er zijn nu projecten waar mensen heel erg enthousiast voor zijn. Dus, ja, weet. Zaak zegt, van het ligt aan de hangt af van de voorganger. Als je het ons zo laat zien, dan zou ik er meer vervoering zeggen, wat zegt dit nou? Zoals je bij de eerste vraag ook antwoord gaf op de vraag, wat zeggen deze getallen nou? Zou ik het ook de moeite waard vinden om zo door te gaan? En zeg maar, als ik hier de cijfer bij vraag 2 lees, betekent dat er nogal wat mensen zijn die twijfelen eraan of de kennis en de verhalen over 20 jaar nog wel zo bestaan, terwijl ze nu al door zoveel mensen nodig gemist worden. Dat zou een conclusie van mij kunnen zijn. En dat geeft dus te denken. Het is een zorgelijke zaak, want de levende kerk komt hier behoorlijk in het gedrang. Het hangt af van de voorganger die er misschien toevallig wat over vertelt. Of... Een reactie op papier was: de toekomst van de kerk hangt af van vooral de echte spiritualiteit. De kerk is een huis van gebed, meditatie en bijbel. Wat houdt dat dan in? Hoe geeft dat invulling? Waar besteden we geld aan? Als het gaat om dingen die we, waar we tegenaan lopen. Of de zorg naar de toekomst. En het is ook in tegenspraak met de volgende vraag, het antwoord op de volgende vraag. Want je zou mogen, daar is de gedachte, zullen er getrouwde mannen of vrouwen priester gewijd zijn? Dan zeggen er 28, ja, daar zijn we het mee eens. Nou, ik heb op die vorige vraag, op vraag 4, ook geantwoord dat ik het ermee eens ben. Dat ik denk dat het aantal kerkgangers tijdens de weekendvieringen zal zijn toegenomen. Om de simpele reden van, nou, het zal toch wel een keer veranderen. En je hebt toch die periode van 20 jaar genomen en positief gedacht. En op die volgende vraag heb ik ook positief gedacht en geantwoord. En ik denk, nou, dat ligt mooi in lijn. En als ik nu naar dit beeld kijk, dan zie ik dat dat niet in lijn ligt. En dat verbaast me. En men zou dus willen dat er dat ambt zoals het nu is, dat apart staan van de gemeenschappen, dat apart in de hiërarchie, dan hoop ik dat er geen getrouwde mannen en vrouwen priester gewijd worden. Ja. Dat was het grote punt in de Anglicaanse kerk toen de vrouwen priester gewijd mochten worden. Toen waren er hele progressieve mensen in de Anglicaanse kerk die zeiden, wij moeten van dat beeld van het priesterschap af. Dat sacrale, daar moeten wij vanaf. Ja. En als ze nu zeggen, wij moeten die mannen en vrouwen moeten priester gewijd worden, dan krijg je weer die grote groep sacrale mensen, die weer tussen de mensen en God staan. En dan zitten we weer op de verkeerde weg. De strijd tussen pastorale werkers en priesters, die strijd die is... Dat zou je nog erger hebben. Dan ga je daarin door. Algemeen nog wat... Nog wat opmerkingen, maar over zijn algemeenheid. Wie wil er nog wat over zeggen? Ja, met die opmerking die ik maakte over dat
priester gewijd zijn, dus getrouwde mannen en vrouwen. Ik denk dat ik onrecht doe de manier waarop ik het net geformuleerd heb door de priesters en de pastorale werkers in tweeën te splitsen. Dat is niet helemaal waar. Ik denk dat er priesters zijn die niet dat uitstralen wat ik in dat antwoord bedoelde. En mijn conclusie is dat men er toch vanuit een zeer positieve hoek naar de toekomst kijkt. En het instituut niet verloren ziet gaan. Nou, het instituut... Ja. Het instituut, dat weet ik niet. Dat blijft gewoon. Het geheel, ja, ja. Leesman. Als mensen zoals onze pastor en de vele vrijwilligers om hem heen de kans krijgen zo op deze manier te blijven werken, is het volgens mij positief voor de toekomst. Ik denk heel positief over de toekomst van de kerk. Als de kerk zich inspant, zeker voor zijn eigen progie, zullen de mensen zich positiever opstellen. Van geloofsovertuiging naar levensovertuiging. Dan kan de kerk blijven bestaan. Er zal meer naar de mening van bisschoppen en andere kerkleiders geluisterd moeten worden. Maar ook andersom. De toekomst van de kerk zal vooral afhangen van de maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan 11 september. Angst en onzekerheid brengt mensen terug naar de kerk, naar het geloof. Ik dank je voor jouw bijdrage. En we gaan met onze gemeenschap met vertrouwen de toekomst in. Naar de toekomst van de kerk hebben kunnen willen kijken. En dat ziet er hoopvol uit. En wij gaan dus gewoon door met onze activiteiten.